In het Friese Zwaagwesteinde woont Frans Zwaagstra. Frans boert op ouderwetse wijze. En sinds kort heeft hij een zielsverwant. Ah. Dit is mijn stageplek, toch? Ja, dit is mijn stageplek, ja. Een heel modern bedrijf, dat zie je ook wel, maar... Klaar. Kom maar, Bo. Hou de kooi maar op. Bo, klaar. Vind je het leuk hier? Nou, zie, ik vind... Het is iets heel anders. Het is een heel belevenis om hier ook weer te wezen en zo. Want dan kun je het verschil zien tussen het oude van vroeger en het moderne van vandaag de dag, hè? Ja. Ja. Maar het oude heeft je voorkeur. Ja, het oude heeft mijn voorkeur. Zo. Werk je hier nou al? Sinds oktober. Ja. Hij kent jouw naam niet, hè? Jawel. Hij noemt jou Jeroen. Ja, hij noemt me Jeroen, maar hij noemt ook wel Jurien, hoor. Maar zie, mijn vader en moeder noemen ook me altijd Jeroen. En dat is gewoon mijn roepnaam, zo. Daar noemt een heleboel mensen me Jeroen. Ik vind daar zelf niet zoveel aan, want ik moet zelf niet van die naam hebben. Want ik vind Jurien veel mooier. Als ik aan Jeroen denk, dan denk ik net zo aan zo'n studentje midden in de stad en zo. Dan vind ik niks aan. Dus je hebt je naam veranderd? Ja. Maar u weet ook dat Jurien of Jeroen meer van het ouderwetse houdt dan van het moderne? Nee, dat weet ik niet. Jeroen? Ja. Wat heb je liever, ouderwets of nieuwerwets? Ouderwets. Ach, verdorie, je hebt gelijk, joh. Ja. Ja. Ja, dan heb je liever ouderwets. Ja. Waarom? Nou, dat vind ik veel mooier. Ja. Kom maar. Nou. Kom maar. Zo. Zie, het is zo van... ik vind het moderne niet zoveel aan. Maar ik kan het wel. En zie, er zijn een heleboel dingen in het leven niet veel aan, maar dat moet je ook doen. Dus zo denk ik ook weer. Zie, je moet een beetje economisch denken en zo. En dan kun je het misschien moderne wel niet veel aanvinden, maar je moet er toch op laatst werk in vinden. Dus ja, anders dan kun je ook niks.